Goedemiddag iedereen en welkom bij dit webinar van vandaag. Inbound dataflow, oftewel inkomende datastromen, daarover gaan we het vandaag hebben. En hoe gaan we die efficiënt verwerken met een PIM-systeem en dan natuurlijk het liefst met SSC-PIM. Dat is het onderwerp van vandaag en daarover ga ik het hebben met mijn collega's Ed Wingster en Bastiaan Vijn. Mijn naam is Pieter Verhooyen. Ik ben sinds 2019 marketing manager bij SSC System Integrators. En mijn collega Ed, ook sinds 2019 bij SSC, is account manager PIM. Dus de klanten, de PIM-klanten, die zijn ingebeld, ook welkom. Die zullen Ed vast wel kennen, als ook Bastiaan, want Bastiaan is ook al een hele tijd bij SSC werkzaam, als PIM-consultant. Dus zij zijn voornamelijk aan het woord zo meteen. Gaan we even over naar de agenda? Nee, we gaan eerst over naar de vragen. Als je vragen hebt tijdens dit webinar, stel ze gerust. Daar is het VNA of Q&A, afhankelijk van uw taalinstellingen, het boxje ervoor. Dus jullie kunnen vragen stellen tijdens het hele webinar. Ik zal ze op de achtergrond proberen te beantwoorden. En anders houden we ze voor helemaal op het eind. En dan stel ik ze aan Ed of aan Bastiaan, afhankelijk van aan wie de vraag gericht is. Maar we hadden dus wel de vragen voor het eind. En stel ze alsjeblieft in de vraag- en antwoordbox en niet in de chat, want dan kan ik ze wel persoonlijk beantwoorden. Dan wel de agenda. Welkom. Nou, dat heb ik iedereen geheten, denk ik. Ik geef zo meteen het woord aan mijn collega Ed. Die zal een heel korte introductie doen van wat doet SSC en wat is PIM. Want ik denk dat veel mensen in de call er best wel al bekend mee zijn. Bastiaan komt daarna en die zal drie modules uitlichten over hoe je inkomende datastroom goed kan beheren. Drie modules van de vele modules die beschikbaar zijn in onze PIM software. Blending is er eentje van, datastandaarden en het supplier portal of leveranciersportaal. En daarna is het tijd voor het vragenrondje. Dus bij deze geef ik het woord aan Ed. Ja, dankjewel Pieter. Je mag meteen de volgende slide erop zetten. Welkom allemaal. Ik zal proberen in twee slides even een introductie van SSC als organisatie en een introductie van onze PIM te geven. Voor onze bestaande klanten in de call die kennen dit. Je mag naar de volgende slide, Pieter. Ja, dankjewel. Dus ja, even een kleine overview. SSC, een Nederlands bedrijf met een focus op de Europese markt. En binnen de Europese markt bedienen we dan ook weer klanten die wereldwijd hun toeleveranciers of klanten bedienen. Dat doen we met een vast team, niet al te groot. Maar we bedienen daar wel een aanzienlijk deel van de markt. Belangrijk hierin is dat wij onze ontwikkelafdeling, consultancy, team en ook de serviceorganisatie alleen in eigen huis hebben. En het meest belangrijke, denk ik, is dat wij een generieke oplossing bieden in de markt. Die modulair is opgebouwd, dus dat betekent dat wij de functionaliteit goed kunnen beheren, omdat we feitelijk met één versie te maken hebben. Maar die is wel tot in detail klantspecifiek te configureren. En modulair opgebouwd in de zin dat je eigenlijk uitsluitend een SaaS subscription afneemt voor dat deel van de PIM functionaliteit die ook daadwerkelijk in de organisatie gebruikt wordt. Er worden altijd wat klanten genoemd. Hier staan toevallig een aantal grote. De oplossing is dermate schaalbaar dat ons klantenkring bevindt of omhelst, zeg maar, klanten die met een paar honderd artikelen veel bewerkingen doen of in volume tot een miljoen artikelen, misschien wel meer zelfs, de retailmarkt vooral bedienen. Het meest belangrijke hier op deze slide is de onderste, dat wij dat al 30 jaar geleden zijn gestart. De SSC bestaat ruim 30 jaar. Onze oplossing is een beetje ook diezelfde tijd. En het uitgangspunt wat we daar gekozen hebben is dat wij heel graag bestaande marktstandaarden, GS1 voorop, maar ook PS-Invoed, ETIM, aan bestaande datamodellen hebben volledig geïntegreerd in de software, inclusief de bijbehorende validaties. Met ook nog de mogelijkheid om daar in hybride vorm een volledig eigen custom klantspecifiek datamodel op te zetten. Of een basis te pakken van een van de marktstandaarden, GS1 bijvoorbeeld, en die aan te vullen met attributen.
Dat is over de organisatie. De volgende slide laat eigenlijk in een overview zien hoe onze oplossing eruit ziet. Ik zal daar niet heel lang over uitweiden, maar het geeft wel een aardig beeld. De doelstelling is om data te ontvangen vanuit elk willekeurig hostsysteem. Om daar binnen de PIM, de vijf gekleurde blokken, bewerkingen op los te laten. En aan de andere kant het gewenste doelsysteem daarmee te voeden. Dat kan opnieuw weer een datapool zijn, maar dat kan ook de website zijn of rechtstreeks afnemers. Vandaag, je mag even nog één klik geven, Pieter, merk ik, want dat komt niet automatisch mee. Vandaag beperken we ons eventjes. Vandaag hebben we de eerste twee stappen eigenlijk uitgelicht. Dat is waar Bastiaan drie onderwerpen vanuit onze oplossing gaat te benoemen. Dat heeft alles te maken met de inbouw dataflow. En hoe krijgen we het nou voor elkaar dat we daar voor de PIM-bewerking en de uiteindelijke validatie, de golden record creëren. Portaal wordt aangericht. Nou, dat is natuurlijk ook één manier om je data binnen te krijgen. Mocht dezelfde type data uit verschillende bronnen binnenkomen, daar hebben we een hele mooie blending oplossing voor. Dit plaatje is eigenlijk alleen maar even neergezet om te kunnen duiden dat we hier over de eerste twee stappen praten en de oplossingen daarbinnen. Dan vlieg ik meteen door naar Bastiaan. Ga je gaan. Ja, goedemiddag allemaal. Inderdaad, zoals Ed al aangaf, focus ons eventjes op de linkerkant van het plaatje. En dan focus ik mij voornamelijk eventjes op het blending stuk. Blending kun je gebruiken binnen SVPIM. Eigenlijk naast of ter vervanging van wat je normaal gezien zou kunnen doen. Hè. Je kunt natuurlijk binnen jouw catalogus allerlei diverse bronnen inladen. En die data kan elkaar gewoon gaan overschrijven. Hè. Dat is eigenlijk de standaardwerking van de PIM. Ja, dus dat kan data vanuit je ERP-pakket zijn, maar ook vanuit diverse Excel-bestanden. En dat kan elkaar completeren, maar het zou elkaar kunnen gaan overschrijven. En daar komt eigenlijk blending een beetje om de hoek kijken. En wat is dan blending? Hè? Wat is een golden record? Nou ja, volgens definitie, een golden record is één complete versie van de gegevens van een artikel. En je wil dat dan de meest nauwkeurige en uitgebreide versie is van dat item. Hè? Zodat je alles zo compleet mogelijk kan gaan vastleggen. Nou, en zo'n golden record, hè, dat wordt eigenlijk cruciaal als je data vanuit verschillende bronnen wil gaan inladen. Puur om fouten te voorkomen, maar ook een stukje inefficiëntie tegen te gaan. En daar kun je natuurlijk allerlei regels op loslaten. En dat zullen we dan in de volgende slide zien wat de verschillende mogelijkheden dan zijn binnen SVPIM. Ja, want blending is natuurlijk dan het samenvoegen van die gegevens, hè, van de verschillende bronnen tot één record, tot één item. Nou, het belangrijke is natuurlijk wel dat je een soort identificerend gegeven hebt van dat item over al je bronnen heen. Ja, en de bronnen kunnen zowel externe bronnen zijn als interne bronnen. En verderop in de presentatie wil ik even een paar voorbeelden laten zien van voornamelijk externe bronnen. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je daar zo'n identificerend gegeven hebt. Nou, dat zou in de GS1-wereld natuurlijk de GTIN kunnen zijn. Hè, of wellicht een combinatie van de GTIN en de GLM van jouw leverancier, zoals je een retailer of een groothandel bent. Hè, want dan zou het zo kunnen zijn dat je één item bij verschillende leveranciers betrekt. En wellicht wil je daar dan toch nog wat onderscheid in maken. Dat is overigens dan weer een keuze hoor. Hè. Je kunt ook zeggen van nou, ik wil daar gewoon één item van maken. En ik ga zelf bepalen vanuit welke leverancier die data overneemt. Nou, binnen PIM kunnen we dan verschillende attribuutgroepen gaan configureren. Hè. Dus dat is een configuratie bestand in de PIM. En een attribuutgroep, hè, dat kan bijvoorbeeld zijn btw-gegevens of etiketdata, hè, labeldata. Marketinggegevens of wellicht gevaarlijke stoffen. En vervolgens, op het moment dat je die attribuutgroepen hebt geconfigureerd, kun je de prioriteit van die attribuutgroepen versus de bronnen gaan bepalen. Ja, dus dan zou je kunnen zeggen van nou, als ik data ontvang van bron 1, dan gaat die voor marketinggegevens boven bron 2. Maar als het over etiketdata gaat, dan is bron 2 weer leidend over bron 1. Nou, daar zullen we zo meteen ook nog even een voorbeeld van laten zien hoe dat er in SVPIM, die configuratie, hoe dat eruit ziet.
En hoe je dat zou kunnen gaan onderhouden. Belangrijk is binnen PIM is dat je zowel de brondata zichtbaar hebt, maar ook de geblende data. Ja, dat zijn aparte catalogie binnen RC PIM. En ook daar zal ik even een voorbeeld van laten zien straks hoe dat er in RC PIM uit kan zien. Maar dat is dus belangrijk om te weten. Hè. Dus zowel de brondata kun je inzien. Hè. Dat zou je eigenlijk niet moeten veranderen daar. Kan natuurlijk ook niet als je de juiste autorisaties hebt ingesteld. En de geblende data is uiteraard voeding, zeg maar, om je eigen interne processen mee vorm te gaan geven. Nou, daarnaast, hè, op het moment dat er een gegeven wordt gewijzigd in de brondata, hè, dus bijvoorbeeld een leverancier levert opnieuw data aan via GSM, hè, of er komt een bepaald Excel-document binnen. Op het moment dat er brondata wordt gewijzigd, wordt dat hele brandingproces opnieuw uitgevoerd. En dat gebeurt om ook opnieuw die prioriteitsstelling goed te hebben. Dus dat kan best wel zijn op het moment dat je één item bijvoorbeeld via de GSM datapool hebt ontvangen, maar nog niet via andere bronnen. Ja, dan is uiteraard GSM in de lead, zeg maar, qua prioriteit. Maar op het moment dat er ook een Excel-document wordt ingeladen, hè, wellicht een intern Excel-document, waarvan binnen de configuratie, de blending-configuratie is gesteld dat die qua prioriteit boven GSM gaat voor een bepaalde attribuutgroep, ja, dan wordt dat natuurlijk zichtbaar in die blending-catalogus. En wordt die data dus geüpdate vanuit die bron. Nou, hier zien we dan een voorbeeld van blending in de FMCG-markt, hè, dus de levensmiddelen, drogisterij. Nou, je ziet een vijftal verschillende bronnen aan de linkerkant staan. Hè. Elke bron heeft een eigen wolkje. We zien ook dat vanuit het bovenste wolkje, vanuit de GSM datapool, heb ik een lijn getekend naar twee verschillende catalogie in RC PIM. Eén voor de Nederlandse markt en één voor de Belgische markt. Dus puur even ter visualisatie, hè, dat je ook op dat level onderscheid kan maken als dat nodig is binnen die blending configuratie. Ja, want dan zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik wil wel de omschrijvingen uit de Belgische markt overnemen op het moment dat die er zijn. En ik wil die mixen met de Nederlandse op het moment dat je dat zou willen. Maar denk ook aan btw-gegevens bijvoorbeeld. Hè. Wellicht heb je beide btw-gegevens nodig in je eigen interne proces. En kun je die dus ook opnemen in die blending catalogus. Maar ook op dat vlak, hè, zou je kunnen zeggen, de etiketdata van Nederland gaat boven die van België. Dus nou, dat kun je allemaal op die manier gaan configureren. Nou, dan zie je nog een set van andere bronnen. Hè, een Pace in Food Service, een NIQ Nielsen Brandbank, een Bottlebooks. Hè, maar ook Excel-documenten, die zou je ook als bron kunnen zien. En straks later in de presentatie zal ik nog kort even stilstaan bij Portal. En ook Portal zou hier een onderdeel van kunnen zijn. Nou, je ziet, hè, in het midden staat die blending configuratie. Daar gebeurt eigenlijk, daar worden al die regels uitgevoerd en losgelaten. En dat resulteert dan straks in die blending catalogus tot één golden record. Nou, de volgende slide, je liet hem al even zien, Pieter. Hè, maar is eigenlijk min of meer hetzelfde plaatje, alleen dan voor de doe-het-zelf-markt. In dit geval hebben we dezelfde GSM als voorbeeld genomen. Maar ook 2BA en de ETIM standaard zou je ook kunnen opnemen binnen die blending. Ja. Ja, dus dat is weer een ander voorbeeld van de configuratie. Nou, dan is dit een voorbeeld van het configuratiebestand zoals die letterlijk in RC PIM gebruikt wordt. Het is een Excel-document wat je als PIM-gebruiker zelf kunt onderhouden. Hè. Dus dat is vrij laagdrempelig. Ja, dus je kunt in eerste instantie de verschillende bronnen definiëren. Hè. Dus je kunt gemakkelijk eigenlijk nieuwe bronnen toevoegen of bepaalde bronnen weer laten uitfaceren. En dan de tweede stap die je eigenlijk doet is dan per attribuutgroep die je wilt definiëren. Dus het zijn kreten. Hè. Dus we hebben een general groep, een label groep, pharmaceutical, danger, etc. Per attribuutgroep kun je de prioriteit gaan bepalen. Dat zie je daar dan van links naar rechts. Je ziet prio 1 tot en met prio 4. Je ziet wat voorbeelden genoemd worden, hè, van GDSN, maar ook van PC Food Service. Zo kun je dat laten verschillen. Hè. Dus je ziet voor generiek niveau is GDSN NL leidend, hè, is prio 1.
Maar als het gaat om labelinformatie, dan is het patient food service. En zo kun je dat zelf bepalen. Je zou dat ook gaandeweg weer kunnen veranderen en het planningproces opnieuw uitvoeren. Dat is prima. En dan als laatste stap is eigenlijk heel in detail inhoudelijk. Wat is dan de inhoud van die attribuutgroep? Hè? Dus als het over general gaat, als het over btw-gegevens gaat. Welke attributen worden daar dan in meegenomen? Dat bepaalt dan uiteindelijk natuurlijk de inhoud van de blending. De volgende slide alsjeblieft. Dit is een voorbeeld van de catalogieopzet in SVPIM. Dus je ziet aan de linkerkant een vijftal catalogs genoemd staan. De bovenste catalog hebben we even een item ingestopt. Dat is de blending catalogus. Dat is eigenlijk waar het golden record ontstaat. En waar je vanuit die plek weer voeding is voor je eigen interne systemen, et cetera. En daaronder zie je de vier verschillende bronnen, even als voorbeeld. De GDSNNL, GDSNBE, de Brand Bank en de Patient Food Service. Dat is de plek waar je de brongegevens kan inzien. Dus per bron heb je een aparte catalogus en dat is gewoon een één-op-één reflectie van wat er binnen is gekomen. En in de blending catalogus, daar zie je uiteraard natuurlijk het geblende resultaat. Als je doorgaat naar de volgende slide, Pieter, dan zie je daar een voorbeeld van hoe ziet dat er dan in die blending catalogus uit. Nou, aan de rechterkant zie je eigenlijk het resultaat van het blendingproces. Dus dat is inzichtelijk per attribuutgroep wie de winnaar is eigenlijk geweest qua prioriteit. Dus we zien qua general is het GDSNNL. En als ik iets verder naar beneden ga qua labelinformatie is het PC Food Service. En je ziet ook het precieze moment waarop dat is gebeurd. Dus dit is altijd inzichtelijk en uiteraard als je gaat kijken naar de itemdata, dan kijk je natuurlijk naar de itemdata van het gemixte geheel. Dus dat is een GDSNNL, de BE, maar ook de Patient Food Service, dat is allemaal een samengesteld record geworden. Als je hierna kijkt naar deze attributen, dan kun je ook van deze attributen de historie opvragen. En dat heb ik even gedaan voor een van die label attributen. En daar zie je inderdaad dat in de loop der tijd is GDSNNL overruled door Nielsen Brand Bank in dit geval. En zo kun je ook in de tijd zien wat er is gebeurd op dat Google record. Nou, dan maken we even een overstap richting de datastandaarden. En dit is een plaatje wat we eerder ook al in een blog hebben gedeeld. Dat is echt de verschillende datastandaarden zoals SVPIM die ondersteunt. En ook allemaal worden onderhouden door SRC. En dat begint eigenlijk in het blauwe blok helemaal onderaan. Dat zijn de drie datamodellen die je altijd standaard meegeleverd krijgt. En zonder deze modellen functioneert SVPIM eigenlijk niet. Dus dat gaat echt om de basisattributen. Daarbovenop heb je dan eigenlijk verschillende keuzes die je kunt maken. Als je blijft binnen het groene blok, dan is het eigenlijk de GDSN-wereld. Dus dat bestaat uit het standaard GDS-datamodel, wat echt een wereldwijde standaard is. En daarbovenop hebben we diverse GSN-landspecifieke datamodellen. Dus onder andere voor de Benelux hebben we de FMCG-model, maar ook een do-it-zelf-model, healthcare. En voor de Duits-Oostenrijk-Zwitserse markt is er ook weer een apart datamodel. En dat betekent, daar zitten wat additionele attributen in, maar zeker ook een heleboel additionele validaties. En ook die vijf verschillende datamodellen worden weer onderhouden door SRC. Dus dat betekent weer vrijdag als je weggaat, kan een item compleet zijn. En maandag na een update kom je terug op kantoor en heb je wat werk te doen omdat er een nieuwe versie is uitgerold. Nou, uiteraard gebeurt dat met alle modellen. Dus we hebben nog een aantal losse modellen voor Patient Food Service. Is ook weer een bepaalde standaard, maar dan in de food service markt, specifiek voor Nederland. Maar ook in de do-it-zelf-markt, ETIM, 2BA, is ook een bepaalde standaard, maar dan meer in de installatiebranche. En nog binnen het rode blok, daar zitten wat specifieke zaken in. Een koppeling naar Magento, naar je eigen webshop.
is een standaardkoppeling. Reflex hebben we een standaardkoppeling mee, maar ook als het gaat om specifieke prijsgegevens om dat vast te leggen. Ofwel, SuperUnie Adam is ook een model waarmee je jouw data ook kan valideren tegen de SuperUnie validaties. Nou, daarbovenop ligt dan nog custom company owned data model. Zoals Ed dat ook net al aangaf, hè, je hebt de keuze, ga ik een standaard datamodel gebruiken, een van de gekleurde blokken, en dan leg ik daar bovenop een set van eigen attributen en eigen validaties. Of maak ik alleen gebruik van het blauwe deel, hè, het standaard SRC PIM deel, en maak ik een geheel eigen client-specific datamodel. Nou goed, dat hangt heel erg van je situatie af wat daar logisch is. Maar de mogelijkheden in SRC PIM zijn daar. Nou, we willen nog heel even kort stilstaan bij de Supplier Portal. Supplier Portal is eigenlijk bedoeld voor in de basis retailers of groothandels om toegang te geven aan jouw leveranciers tot jouw PIM-implementatie. Dat wil niet zeggen dat jouw leveranciers toegang krijgen tot de gehele implementatie. Het is natuurlijk puur alleen het portal-deel van de implementatie. Maar dat stelt jou wel in staat om die leveranciers data te laten opvoeren. Volgens een bepaalde standaard zoals jij als portal-eigenaar dat hebt vastgelegd. Nou, dat kan natuurlijk een bepaald standaard datamodel zijn. Hè. Het kan het GS1-model zijn of het ETIM-model. Dat is maar net wat er van toepassing is. Maar het zou ook kunnen zijn dat je daar een heel eigen klant-specifiek datamodel voor gebruikt. Met eigen attributen en eigen validaties. Ofwel weer een mix natuurlijk. Hè. Ook daar is die mogelijkheid zeker beschikbaar. Ja, en dan binnen de portal, daar kun je eigenlijk gebruik laten maken van alle functionaliteiten die SRC PIM in basis biedt. Ja, dus het kan gaan om opvoer en onderhoud van itemgegevens, maar ook voor DAM-gegevens. Hè, dus de plaatjes, documenten, etc. Je zou optioneel gebruik kunnen maken van de workflow module. Dat geldt natuurlijk ook voor klassificaties, hè, wat recent is toegevoegd. Dus alle functionaliteiten zijn daar beschikbaar. Dan moeten we samen kijken wat voor jullie relevant is en wat je zou willen bieden, zeg maar, aan de leveranciers. Nou, de leveranciers die gebruik maken van de portal, die kunnen uiteraard elkaars data niet inzien. Hè? Dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar de portal-eigenaar heeft natuurlijk wel een volledig overzicht over alle leveranciers heen. Nou, vanuit die portal natuurlijk kan de data vervolgens overgenomen worden naar je interne catalogus. En dan kan de data vervolgens verder het interne proces in. Nou, zoals gezegd, portal kan een van de bronnen zijn binnen het blendingproces. Dus ook daar kun je dan weer de prioriteit bepalen. Hè, van op het moment dat een leverancier de data via de portal aanlevert, wil je dat misschien wel een hogere prioriteit geven dan dat je data via Excel hebt ingelezen. Tot zover mijn deel. Ik hoop dat er wat vragen zijn binnengekomen, Pieter. Ja, dat zijn er zeker. Ja, misschien even samenvatten, want we doen het netjes qua tijd. Lekker snel, maar inhoudelijk supersterk, Bastiaan. We hebben nu 3 modules besproken die je kunnen helpen bij dus het efficiënt organiseren van je inkomende datastromen. Want dat was het onderwerp voor vandaag. Hoe kan je dat inregelen in SRC PIM? En zoals Ed al aangaf, SRC PIM is een generieke, maar modulaire oplossing. Waar we ongeveer iets van 12, 13, 14 blokjes inmiddels hebben. Functionaliteiten die je kan inzetten om je productinformatieproces zo slim en efficiënt mogelijk in te richten. Bastiaan heeft heel kort, bondig en efficiënt er 3 toegelicht. Datastandaarden, blending en leveranciersportaal. Ik kan me voorstellen dat u de mensen in het webinar graag nog wat dieper daarover willen praten. En dan zou ik voorstellen om contact op te nemen met sales@ssc.eu of @.winkster@ssc.eu natuurlijk. En dan gaan we nu over naar de vragen. Worden we het webinar van vandaag afronden. En eentje is wel een inkoppertje, denk ik, Bastiaan. Iemand vroeg, kunnen er verschillende datamodelstandaarden gebruikt worden binnen de blending?
Ja, klopt. We hebben nog niet zo snel sterk bij stilgestaan, hè, maar je zag in een van de presentatieblokken zo'n voorbeeld. Hè, met GSN, maar ook met Pacing Food Service. Wat op zichzelf natuurlijk al verschillende datastandaarden zijn. En dat kan zeker inderdaad. Hè. Uitdaging is natuurlijk om een bepaalde mapping daar ook op los te laten. Maar goed, dat is precies waar wij sterk in zijn. Dus, ja, dat kan dus. Ja, top. En dan heb ik gelijk een aansluitende vraag daarop, Bastiaan. Want iemand vraagt hoeveel bronnen er maximaal mogelijk zijn om mee te nemen in een blendingproces. Ja, op zich is er geen maximum aantal bronnen. Dus je kunt daar zoveel mogelijk aansluiten als dat nodig zou zijn. En daar moet je natuurlijk dan je blending configuratie op instellen. Ja. Oké, duidelijk, duidelijk. Dat waren de vragen voor vandaag. Dus bij deze kunnen we het webinar dan iets vroeger afsluiten dan bedoeld. Dat is ook wel voor iedereen fijn, denk ik. Bastiaan en Ed, hartelijk dank voor jullie presentatie. En iedereen die heeft ingebeld, dank jullie wel voor de aandacht. En ik wens iedereen nog een heel fijne dag vandaag. Dank jullie wel.